De 86-jarige man uit Hoekse Waard die besmet was met het coronavirus is overleden. Het is de eerste coronadode in ons land. Hoeveel doden gaat dit uiteindelijk opleveren? De aantallen nemen per dag toe. Ik had er echt pas een besef bij toen we gewoon de eerste corona-overleden hier binnen op locatie kregen. Dan wordt het pas realiteit. En opeens was daar een piek. De unit die we buiten hadden, hoeveel mensen daar hebben gelegen. Dat is echt bizar. Alles staat in één keer op zijn kop, totaal. De normale manier van hoe een uitvaart gaat, die was er in één keer niet meer. Het gaat over zoveel mensen, dat heeft echt wat met me gedaan. Met elkaar en voor elkaar.